ik kon niet altijd mijn favoriete caviar krijgen. Dus dan was het toch even afzien. Ik wilde er heel snel weg altijd. Ja. En dan ging de deur open en dan kwamen soms brullende gekken naar buiten. Je wist ook waarvoor ze in staat waren. Dus dan ben je leven niet meer zeker, letterlijk niet. Dus je gaat hem zoeken, maar het kan ook zijn dat je in een vuurgevecht komt met hem. Ik weet wel dat ik dingen daarbinnen heb gezien die daar niet behoorden te zijn. Ik ben de enige die in de Bijlmer Myers een lingerie show georganiseerd heeft. Bij ons vlogen die BH's door de lucht. En ja, dan sta je daar naar te kijken, dan denk je. In de laatste ronde gingen die meiden topless. Ik denk, oh god, de gaat mijn baan. Al meer dan 40 jaar staat hier in Amsterdam de penitentiaire inrichting Over Amstel. Beter bekend als de Bijlmer Baaijes. Door deze sluis kwamen Willem Holleder, Cor van Hout, Stanley Hillis, Klaus Bruinsma en vele anderen naar binnen voor een onvrijwillig verblijf. Maar wat gebeurde er al die tijd binnen deze muren? Wij duiken nog één keer in de geschiedenis van ongetwijfeld de meest beruchte gevangenis van Nederland. Welkom bij 40 jaar Bijlmer Baaijes. In Amsterdam-Oost is het nieuwe huis van bewaring na een bouwtijd van 4 jaar praktisch gereed. Het bestaat uit 6 woontorens en een hoofdgebouw waarin veel elektronische apparatuur is opgesteld. Deze man bedient de liften en heeft de controle op de gangen, zodat de gedetineerden zich ook alleen naar de bezoek kunnen begeven of ergens anders heen, naar de advocatenkamers. 4 van de torens zullen dienst doen als huis van bewaring voor mannen. 1 is bestemd voor vrouwen en 1 wordt observatie- en begeleidingsafdeling. De huizen zijn ingedeeld in wat men leefeenheden noemt van 2 verdiepingen met ieder 12 woonvertrekken. Men spreekt daarom ook niet meer over cellen, zoals in de sterk verouderde huizen van bewaring aan Kleine Gartmanplantsoen en Havenstraat, die nog uit de vorige eeuw dateren. De Bijlmer Baaijes moest een totaal nieuwe gevangenis worden. Met voor die tijd hypermoderne techniek zoals camerabewaking. Misdaadjournalist Gerlof Leistra schreef een boek over de baaijes. Wat hem vooral opviel waren de opmerkelijke ideeën van de architecten. Het zou aanvankelijk ook niet de gevangenis met muren moeten worden. Er zouden doornenheggetjes komen. De verbindingsgang, die we de Kalverstraat zijn genoemd, die moest open zijn, er moesten terrasjes komen. Het idee was, ze zitten hier tijdelijk, ze moeten niet vervreemden van de samenleving en zo snel mogelijk weer terug. Historicus Sjoerd Keulen bestudeerde de geschiedenis van de Bijlmer Baaijes. Hij ontdekte dat er plannen waren die tegenwoordig ondenkbaar zouden zijn. In het eerste ontwerp had ze ook bedacht dat ze bijvoorbeeld vloerkleden op de vloeren wilden, zo groot mogelijk raamoppervlakken. Ze hadden bijvoorbeeld bedacht dat ze in plaats van een ijzeren deur een mooie houten celdeur zouden kunnen maken. Maar er zijn al vrij vroeg proefontwerpen gemaakt en die werden helemaal gesloopt om te kijken of ze aan de eisen voldeden. En toen moesten ze toezien hoe een mooie houten deur het al vrij vroeg uit het ontwerp is gehaald. Wat de ruimte betreft is er niet zoveel verschil tussen de cel in het oude en het woonkamertje, zoals men het noemt, in het nieuwe huis van bewaring. Alleen zijn daar geen tralies voor de ramen. Er zit alarmdraad in het panzerglas. Bijlmer Baaijes was heel anders dan de oude stenen gevangenissen. Hè? Die bekende gebouwen waar de gedetineerden hun behoefte moesten doen in een emmer op hun eigen cel. En pas aan het eind van de nacht die emmer konden legen. Een van de nieuwigheden in de Bijlmer Baaijes was dat ze allemaal een wc op cel hadden. Een natte hoek, zoals ze dat zijn gaan noemen. En dat was natuurlijk een enorme verandering. Op alle gebieden blijkt dat door de nieuwbouw een groot aantal problemen en moeilijkheden die aan de oude behuizing kleven zullen verdwijnen. Inclusief bewassing, voeding, bewaking, begeleiding en andere verzorging kost elke gedetineerde de Nederlandse staat, zo is berekend, tussen de 300 en 400 gulden per dag. Een bedrag waarvoor je in een exclusievere omgeving kunt verkeren. Een van de bijnamen die de Bijlmer Baaijes krijgt, was het Hilton van Amsterdam. En dat lag vooral aan de extreme kosten die het met zich meebracht. En uiteindelijk kostte een cel 500.000 gulden per stuk. Daarmee is het de allerduurste gevangenis van Nederland geworden. Naast de Baaijes woont Dick van Teunenbroek, beter bekend als de Teun. Al ruim 35 jaar maakt Teun dagelijks deze korte wandeling naar zijn werk. Voorheen als bewaarder en nu geeft hij rondleidingen door de gevangenis. En daar maak ik graag gebruik van. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Teun. Ja, Janneke. Leuk. Leuk ja, hartstikke leuk. Heel leuk. Ik heb er zin in. We gaan een kijkje nemen in de baaijes vandaag. Oké, tof. Wat gaan we doen precies? Wat gaan we zien? Nou, ik denk als we die kant op gaan, dan
dan volg je ongeveer de manier zoals gedetineerden binnenkwamen. Ja. En ingeschreven worden bij de visitatie. Die kwamen ook echt hier kwamen ze erin? Ja, die kwamen met de auto daar vandaan. En die gingen hier de sluis in. En daar vandaan werden ze dus naar boven begeleid. En daar werden ze, zeg maar, voor het eerst binnengestopt binnen de inrichting. Ja, dus wij gaan een beetje dat pad volgen wat juist, die gedetineerden ja, afleggen. Ja, zo ongeveer wel. Ja. Oké, okay, dan laten we gaan kijken. Ja, oké. Okay. Okay. Alle gedetineerden die binnenkwamen legden dezelfde route af. In de afgelopen 40 jaar in totaal meer dan 70.000. Dan komen we hier eigenlijk in de ruimte waar je als eerste binnenkwam. Ja, want die jongens kwamen dus uit die bus. Ja, precies. Werden naar binnen geleid en dan kwamen ze hier voor het eerst aan. Ja, en dan was het de bedoeling dat je hier gedoucht en gewassen werd. Tenminste, dat deden ze zelf natuurlijk. Ja. Maar wij controleerden het wel. Oké, okay, dus dit, hier werden ze gevisiteerd? Ja, in die hokjes. In die hokjes, ja. Dat klopt. Ja, ja. Ja, ga maar naar binnen. En, oh, mag je naar binnen? Ja. Gaat geen gekke dingen doen? Nee, nee, nee. Okay. Nee. Ja, ik heb de sleutel, dat is geen probleem. En dan kwamen ze dus uit het bad, ze waren gewassen? Ja, precies. En dan gingen we ze dus in zich heel nakijken. Dus. Dit is dus het protocol. Ja. Hoe ziet u ook zoals het aan uw voetzaal? U dient uw balzak op te tillen. Ja, uiteraard. Uiteraard? Ja. Moesten ja. ze zelf doen? Ja, dat moesten ze zelf doen. En dan konden wij er dus echt goed onder kijken, ja. En dat had eigenlijk te maken met, de anus zit er vlak onder. Oh ja. En daar werd ook van alles en nog wat ingeplakt. Maar er werd ook wel eens wat aan die balzak geplakt? Nou ja, nee. Meestal hangt die balzak voor de anus of wat zo maar te zeggen. Oké, okay. Het is niet zo dat als ze het optilden, ja, dat precies. we dan van alles En dan lieten we ze een paar kniebuigingen maken en dan... Als je veel erin had, dan ging dat niet. Ja. Ja, en dan begonnen ze te piepen. Ja, ik heb pijn in mijn rug of mijn enkel of dat soort dingen meer. En dan wisten wij ongeveer wel. Onderbroek, sokken. Oh, man. Ik zal het daar doen. Je moet het hier doen. Nou, ik kan het toch ook daar achter. Je moet het hier doen. We zijn mannen onder elkaar, man. Kom op. Ik weet dat we mannen onder elkaar zijn, jongen. Maar jongen. Ik heb geen hele kilo in mijn kontje. Ik weet niet wat je denkt, John. Kijk, alsjeblieft. Okay, alsjeblieft. Mag je door. Shit, jongen. Op een gegeven moment krijgen wij zo'n scanner die je ook op Schiphol hebt. En dan kun je dit soort dingen kijken. Dit zijn gewoon schoenen, maar je ziet dat er wat in zit in de zolen. En dan was voor ons een teken dat we hier heel goed gaan kijken. Ja. En hier heb je een tas, gewoon een damestas. En er zitten sleutels in, hier nog een paar sleutels en er zit een mapje in. Maar er zit ook een heel groot mes in, zie je? Jee, maar ja. Dit is een mes. Oké, okay, dus dan waren ze hier helemaal gestript van alles. En dan? Nou, dan kregen ze hun kleren weer aan. Ja, dan kregen ze hun kleren weer aan of een overal aan. En dan gingen ze door die deuren. En dan stonden ze in de gang. En aan die kant heb je een deur. Dus dat is zeg maar de vuile kant. Ja. En als ze dus hier doorheen gekomen waren, was dat de schone kant. En dan liep je dus in. De schone kant. De schone kant, dan was je gevisiteerd en wel. Dus iedereen die daar liep, die zou theoretisch schoon moeten zijn. Dit zijn zogenaamde wachtcellen. Elke gedetineerde wordt hier tijdelijk opgesloten voordat hij officieel wordt ingeschreven. De gedetineerden kunnen zelf de radio bedienen en hebben keus uit twee kanalen. Oké, Teun, dus dit zijn de wachtcellen? Ja, hier werden ze zo lang even geparkeerd. En, totdat we klaar met ze waren en dat ze naar hun eigen cel in hun eigen toren konden worden gezet. Maar de hele deuren zijn allemaal volgekant. Ja, hier zaten heel wat mensen in de loop der jaren die hier een tijdje in de wachtcel hebben gezeten. Ik heb Heineken ontvoerd. Ja. Dus dat heeft de holleider dat erin vanuit. Boelaars, ze zijn allemaal hier geweest. Ja, kijk, het was in die tijd een moderne gevangenis. Er waren een aantal torens, een flat torens, dat weet iedereen wel. Wat mij toen erg opviel is de grauwheid. Hè. Het was groot, dus ja, het maakte wel indruk op me, maar het bleef natuurlijk toch een gevangenis. De Belmer Baaiers bestond uit 6 torens van ieder 40 meter hoog. Iedere toren telde 13 verdiepingen met 5 afdelingen die paviljoens genoemd werden. In totaal was er plek voor zo'n 720 gedetineerden. De torens werden met elkaar verbonden door een 260 meter lange gang, in de volksmond ook wel de Kalverstraat genoemd. Verder waren er recreatieruimtes, arbeidszalen, een keuken, sportzalen en een kerk.
Als je bijvoorbeeld de koepelgevangenis in Haarlem of in Breda vergelijkt met de Bijlmerbaaiers, dan kan ik me heel goed voorstellen als gedetineerde dat ik liever in de Bijlmerbaaiers zou zitten. Nou, hier zijn we dus op een echt paviljoen. Dit heet het paviljoen? Ja, dit is een paviljoen. Het is een groep met cellen? Dit zijn de cellen, ja. Dus inderdaad, een groep, in dit geval 12. En in dit geval, dit was het vrouwenpaviljoen. Nou, hier woon ik dan. Ja, dat ziet er leuk uit. My home is my castle. God, wat een mooi ding is dat. Ja, dat heb ik geweven op het weefgetal wat daar buiten staat. En gewoon die kussens die heb ik gemaakt van die solidariteitsgroep van vrouwen. Die hebben allerlei reststof gestuurd. Ja, en we mogen planten hebben. Ik kan me toch wel voorstellen dat er mensen zijn die zeggen van hotel. Het was zeer modern voor die tijd. Punt 1, geen tralies voor de raam. Het was een vrij groot venster. Ik denk 1,20 bij 1,20 of 1,30 bij 1,30. En er was een gelegenheid om te toiletteren. Je had een eigen toilet. En dat is natuurlijk ook iets totaal nieuws geweest. Want in de oudheid had men in Nederland tonnen. Dus dan deed je je behoefte op een tonnetje. Het was licht. Het was fris. Het was natuurlijk een ideale toestand om, als je dan toch een detentie uit moet zitten, om dan in de Bijlmer terecht te zijn gekomen. Dat was voor mij wel heel fijn. Bovendien zat ik op de 11e verdieping. En het oud en nieuw feest stond voor de deur. Dus het vuurwerk was ook buitengewoon goed zichtbaar daar. Maar lang niet alle gedetineerden waren blij met het uitzicht. Je ziet die mensen voorbij lopen, je ziet zwaaien. Je ziet sommige flikflooien, je ziet sommige spaten voor de deur. Ja, kratje bier zie je voor je neus verwijderen. Ik bedoel, nou, ik in ieder geval niet tegen en zo zijn er wel meer ook. Men wilde in een gevangenis zitten, men wilde opgesloten zitten, men wilde tralies zien. Dan zat men in de gevangenis. Het grootste voorbeeld daarvan is dat een van de gedetineerden zei, meneer Van der Brand, plaats u me over naar de andere kant, want als ik naar beneden kijk, zie ik elke avond mijn vrouw met de hond buiten wandelen. Dat mag u van mij niet vragen. Dat is een vorm van marteling die u misschien niet kunt begrijpen, maar die er wel is. Hier heeft iemand een poging gedaan om de vrijheid terug te krijgen? Nee, hier beneden loopt een pad. Het station is aan die kant. En men zag dus de familie die op bezoek kwam met de kinderen, die kwam dus over dat pad lopen. En dan heeft men hier proberen de aandacht te trekken. En dan slaat men het eerste ruitstuk, want dit is het eerste ruit. Het tweede ruit zit erachter en daarachter zitten die draden die voor alarm zorgen. Kijk, bij het huis van bewaring normaal gesproken zie je een parkeerplaats en dan zie je mensen van die parkeerplaats naar de ingang van het huis van bewaring gaan. Maar ik ben daar wel eens geweest dat er een soort, alsof er een kermis was. Hè? Dus er stonden allemaal auto's, niet op die parkeerplaats, maar juist aan de overkant eigenlijk van het watertje van zo'n gracht, meen ik me te herinneren. En dan staan vrouwen en kinderen en er werd gesticuleerd en geroepen. En ik heb ook wel eens een vrouw zo zien doen. Dus ja, het was een bond gezelschap. En het was natuurlijk ook, ja, maar dat was in de tijd, in het begin, meen ik me te herinneren, er waren niet eens tralies volgens mij voor de ramen daar. Dus ja, daar werd gecommuniceerd. Voordat de Bijlmerbaaiers gebouwd werd, zaten gedetineerden vaak eenzaam op hun cel. Maar vanaf de jaren 70 werd er van alles georganiseerd om het ze een beetje naar de zin te maken. In de weekenden, dan is het zo stil. En dat was gewoon gekke dingen organiseren. En hele leuke dingen. Extreme dingen. Morrenworstelen op de luchtplaats. Dus zo'n ring geregeld via de IT. En want dat was toen in, morrenworstelen. Nou, hoop, naar de baai, speciale morren gehaald voor de ogen en toestanden. En toen liggen die meiden in trainerspakken tegen elkaar knokken. Dat is toch geweldig? Vond ik. En hun ook. Zeker in de beginjaren, toen er nog niet zwaar bezuinigd werd op het gevangeniswezen, was er van alles mogelijk. Je kon een vak leren. Je had de hele dag mogelijkheden om te sporten, om zelf te koken. Het paste ook in die maakbare samenlevingsgedachte. Hè. We moeten ze behandelen alsof ze eigenlijk buiten zijn. Dus daar horen ook leuke dingen bij. Ja, hele grote optredens heb ik natuurlijk gehad, even zo uit mijn hoofd. Golde Eerings, Massara, Herman Brood, Doe Maar, Django Edwards, André Hazes. Alle grote die daar eigenlijk
toen in de tijd in de ronde liepen, die heb ik binnen kunnen krijgen. Het meest legendarische optreden dat in de Bijlmer Baaiers is gegeven, is ongetwijfeld het optreden van Herman Brood. Manager Koos van Dijk weet het nog als de dag van gisteren. Wij gingen heel vaak natuurlijk naar optredens. En als we erheen gingen, als we van huis gingen, dan was iedereen toch nog wel katerig en zo. En dan deed ik lekkere jazzy muziek. En als we dan 10 kilometer voor de zaal waren, dan knalde ik even Johnny Cash erin. Want dat was ook heel veel energie, want Johnny is er ook aan de speed. Dat is algemeen bekend. En Johnny Cash speelde live in de gevangenis. Nam hij een album op. Any of the guards are still speaking to me. Could I have a glass of water? En dan die reacties die dan uit die zaal kwamen. Maar dat was toch heel erg rough. En dat natuurlijk ook de taal is waar Johnny en zong. En toen kwamen wij natuurlijk op het idee, toen in alle media stond dat er een gevangenis in Amsterdam zou komen. À la hotel en in torens. Ja, toen zei men van, zullen ze daar geen wijverafdeling hebben? Nou, en toen heb ik geïnformeerd. En toen bleek dat zo te zijn. Jongens, we gaan voor een meisje spelen daar. Helemaal te gek. Herman Brood, vanavond in Countdown. Eigenzinnig als hij is, wilde hij alleen voor een zaal vol vrouwen optreden. En die zaal heeft hij in de vrouwenafdeling van deze inrichting in Amsterdam. Die gasten die kwamen bij de voorportier. Nou, dat was natuurlijk allemaal een vreemde gewaarwording. Want juist, normaal gesproken kennen ze overal zo doorlopen. Het was net douane. Het was net of je de grens overging, waar we het ook meenamen. Maar dit was nog veel intensiever, weet je. Ze keken nog net niet in je kont. En toen heb ik later nog wat 7-Up flesjes met wodka. Dat heb ik nog wat binnen kunnen smokkelen. Want dat kun je dat scan je niet. Vind je het niet eng met al die deuren die op slot gaan en zo? Nee. Nee? Doet het je niks? Ja, een beetje vreemd, maar het is zo'n prachtige baaiers. De man die dat uitgedacht heeft, die heeft er echt over nagedacht. Okay, het is heel mooi hier, echt. Waar een aantal. Ja, en toen het optreden, na het optreden. Ik vind Herman Brood geweldig tussen haakjes, maar de band ook, de Wild Romers. Dus ik was er ook helemaal mijn chocke fan. Maar ook die meiden, die wisten niet wat ze meemaakten naartoe. Voor Veronica, in Countdown, hier is Herman Brood. 1, 2, 3, 4. Wij hebben onze enorme speedy rock eigenlijk zo s'nachts niet geslapen. We gingen gewoon door. Ja, soms kwam dat keihard over. En natuurlijk werd er geapplaudiseerd. En ook wel gegild, ook wel. Ja, het ging te gek. Dat wel. Maar de dames mochten niet naar voren, mochten niet, yeah, helemaal. Overigens om bewakers te kijken. Je mocht niet staan, helemaal niks, nee. Het was ergens, ja, je zou kunnen zeggen, seks met 3 condooms of zo. Nou, die jongen die is zo geweldig. Die was zo geweldig, laat ik zo vooropstellen. En zo'n een pik van een gozer. Ook naar die meiden toe. Gewoon nog allemaal posters, allemaal tekenen voor die meiden en alles. Terwijl ze weg moesten naar een ander optreden. Maar daar had hij niks mee te maken. Hij zei, nee, niks ervan. Ik blijf hier even. Alles even. En die ging nog even 60 posters even tekenen voor ze. Ja, jongens, jullie mogen God wel op je blote knieën dat je zo'n leuk sportleidertje hebt, hè? Nummer 78. Echt heel leuk, man. Ja, we hebben die activiteiten altijd georganiseerd omdat we het vonden dat het heel belangrijk was om, ondanks dat je in de baai zit, niet als daar als ja, gedetineerd of toestanden. We maakten er gewoon. Meiden praat ik puur over de meiden. Die moeten gewoon plezier hebben klaar. Heel veel dingen vergeten. Ik bedoel, maar zo zei dat natuurlijk de thuissituatie, de kinderen en toestanden. En dan kun je daar natuurlijk wel de hele dag interessant gelopen kletsen en lullen met ze. Gewoon ontspanning. Van barbecues tot rollerskate disco. Ik ben de enige die in de Bijlmer Baaiers een lingerie show georganiseerd heb. Hoe kun je het bedenken? Hij liep zes van die meiden op de catwalk. Dan hebben we die bikini aan, dan hebben we die ondergoed aan, dan hebben we dat en zus en zo. Dat heeft wel bijna mijn baan gekost, maar dat vond ik wel leuk. En een moordavond. En de laatste ronde gingen die meiden toppelen. Dus ik denk, oh god, dat gaat mijn baan. Van lingerie shows tot optredens van bekende artiesten. Er was van alles te beleven in de Baaiers.
Maar de zware jongens met stapels geld, die hadden het nog beter voor elkaar. Oké, Teun, dus dit is de Wall of Fame van de Baaiers. Fame, ja, precies. Dit waren echt, zeg maar, de BN'ers van de Baaiers. Ja, inderdaad. Ja, precies. Ja, sorry. Zaten hier dat allemaal. Dat is een hele goede opmerking, BN'ers, ja. Dat zijn er wel geworden door de aandacht die al hun zaken in de pers heeft gehad. Moet je bijna een BN'er, ja. Klopt. In de loop der jaren heeft bijna elke zichzelf respecterende crimineel wel in de Bijlmer Baaiers gezeten. De bekende namen zijn natuurlijk Holleder en Van Hout. Fred Ros, die we kennen van het liquidatieproces. Klaas Bruinsma, de grote drugsbaron. Er zaten bankiers, er zaten eigenlijk van alles en nog wat. Maar de grote jongens uit de misdaad, ze hebben er allemaal gezeten. Mensen die daar binnenkwamen, met een zekere statuur binnen het criminele milieu. Dus de grote jongen, werd er dan gezegd. Ja, dat wist op een gegeven moment, als hij om 10 uur binnenkwam daar, bij wijze van spreken, dan wist om 10:15 wisten alle torens en met de ingezetenen dat meneer X, Y of Z de Bijlmer had bereikt. Was jij daar ook van zo onder de indruk, als je eenmaal wist wie dat waren? Nee, niet echt. Het waren natuurlijk wel de heren met ervaring. Ja. En ze hadden er dus bijvoorbeeld ook baat bij dat alles gewoon lekker rustig liep in zo'n baas. Want hun hadden belangen, hun wilden graag bellen en dat soort dingen meer. En als er herrie was in zo'n paviljoen, ja, dan zeiden we nou even allemaal achter de deur, even ja, lekker niet bellen. Want die kleinere jongetjes, ja, die waren braniemakers. Maar daar zorgden ze wel voor dat het een beetje gedempt bleef. Daar hadden ze ook wel belang bij natuurlijk. Het mooiste verhaal wat ik ooit gehoord heb, was een bekende Latijns-Amerikaanse drugscrimineel die zoveel geld had dat hij voor de 23 medegedetineerden nieuwe sportschoenen liet bezorgen, geregeld Chinese maaltijden bestelde. Dus grote mensen, grote jongens met veel geld hebben meer mogelijkheden in de gevangenis. En hier heb je heer Olivier, meester oplichter en ook een charmeur. Nee, het is charmant, het is een charmante man. Maar de verhalen gaan dat hij ook met de bewaarster en iemand van de bibliotheek, dat hij daar mee heeft liggen rommelen binnen de baas. Die verhalen gaan over deze man. Dat is een onderwerp wat natuurlijk uitgebreid in de kranten is geweest destijds en zo. En ook de reden waarom mijn verblijf in de Bijlmer Baaiers werd beëindigd. Het is heel lang geleden. Ik denk dat de dames in kwestie nu ook gepensioneerd zijn. Toen zagen ze er kennelijk smeuiger uit en was het de moeite waard om daar aandacht aan te besteden. En hier zien we Stanley Hillis. Ja. Die ligt hier lekker op een berg kook, neem ik aan. Dat zijn de zakjes kook, ja. Aan de hand van deze foto zijn ze eigenlijk samen met Minka zijn ze verder gepakt op drugsmokkel en dergelijke. Dat kon ik niet meer ontkennen. Nee, maar hij zei, ik heb nooit wat gezien. Ik weet niet eens hoe dat eruit ziet en zo. En toen kwamen deze foto's ervoor. Ja, dan val je door de mand. Binnen de gevangenismuren geldt een pikorde. Bovenaan staan de bankovervallers, de fraudeurs, de geweldsjongens. Dan krijg je de moordenaars die bijvoorbeeld iemand geliquideerd hebben. Maar onderaan bungelen de kinderverkrachters, de rommelaars, de drugsverslaafden hebben ook niet een al te beste status. Want daar hebben ze alleen maar last van, die maken lawaai. Maar een groot crimineel kan bescherming kopen, hè, bodyguards. Dat zag je soms op de luchtplaats, dat mensen werden afgeschermd. Jongens kunnen ook dingen voor ze regelen, die koken voor ze. Die zorgen dat ze altijd voldoende boodschappen hebben. Dat er voldoende drugs binnenkomen als ze daar behoefte aan hebben. Dat ze een telefoontje naar binnen laten smokkelen. Ik kan me voorstellen, sommige van deze heren, die hadden natuurlijk heel veel geld, waren drugsbaronnen. Die hadden misschien heel veel geld. Ja. Konden ze daar niet ook een beetje mee, mensen mee omkopen? Ja, dat proberen ze wel. Natuurlijk proberen ze dat. Hebben ze jou ook geprobeerd om te kopen? Nee, nog nooit. Waarom niet? Nou, omdat ik daar denk ik niet voor uit te dagen was. Omdat ik gewoon consequent iedereen gewoon dezelfde verandering geeft. Ja, en ik bedoel, er is wel eens eentje geweest die zegt, weet je wel wie ik ben? En dan antwoord ik, nou, geen idee. Terwijl de kranten helemaal vol stonden. Ja. En dan praat ik ook later met ze gewoon, zei, luister, niet meer doen zo, want ik bedoel, behandel je net zoals alle anderen. Ik was wel gauw achter dat het mogelijk was om via wat slinksere wegen die ingebouwd waren ook in eten te voorzien wat je zelf dan prefereerde. Alleen, ik kon niet altijd mijn favoriete caviar krijgen. Ik hou van dat ikra en beluga en die waren er soms niet. Dus dan was het toch even afzien.
Ik heb cliënten bijgestaan in al die 27 jaar die... niet allemaal, maar sommige daarvan die tot de verbeelding spreken. En eentje daarvan was Klaas Bruinsma. En die heb ik een keer bezocht, ook in de Bijlmer Baaijes. En hij zei, hebben jullie honger? Ik zeg, nou ja, dat vind ik niet zo van belang, meneer Bruinsma. We kunnen gewoon verder praten. Nou, hij zei, dus hij haalt iets uit een plastic zak en dat was een stokbrood. Echt zo'n goed Frans stokbrood. En dat was helemaal belegd met caviar. Dat kon dus toen, kennelijk, in die tijd. Bij sommige mensen, bij sommige gedetineerden. En ik moet ook eerlijkheidshalve zeggen, het was lekker. De gedetineerden in de Bijlmer Baaijes hadden het dus zo slecht nog niet. Toch was niet iedereen van plan om er zijn tijd uit te zitten. In alle jaren dat de Baaijes open was, ontsnapten er zo'n 100 mensen. Op de klassieke manier met aan elkaar geknoopte lakens of in een wasmand. Tot aan drugsbaronnen die zich lieten ophalen door nepagenten en dubbelgangers. Heel afgezien van die lakens, wat voor bizarre ontsnappingen, want die zijn er vast geweest, heb jij meer meegemaakt? Ja, we hebben er eentje gehad, die had hulp van buitenaf. En die had gewoon in Amstel een speedboot klaar liggen met sleuteltje erin. En die is dus uit de weg vandaan, is hij zo over de muur gelopen. Je ziet daar een stukje muur. En dan kom je daar over de hoek uit, bij het station. Ja. En daar is hij in het water gesprongen. En dan is hij door de station gelopen naar de overkant. En daar zie je nu is er nu een jachthaventje daar zo. En daar lag een boot klaar. En het enige wat ik zag was het toplichtje. Wat van zo, die boot? Van die boot. Die zou even trekken. Ja, die ging zo richting het centraal station. En ik denk, oh, dat gaat goed. En gingen ze daar dan niet achteraan met een boot of zo? Nee, ja, heb je de boot klaar liggen dan? Nee, precies. Dus we hebben meteen gebeld van een auto. Nou, maar... Als een boot in het water vaart, dan kan je langs de grachten met de politieauto kan je er niet bij halen. Nee. En dat is ook niet gelukt. Dus die is er gewoon weggekomen? Die is gewoon weggekomen, ja. Die boot hebben ze bij de haven teruggevonden. Dat is gewoon een beetje James Bond. Eigenlijk wel. Maar het is heel goed gedacht. Heel slim. Ja, ik vond het maar ook. Met hulp van buitenaf. Uiteraard, met hulp van buitenaf. Ja, precies. Maar niet elke ontsnapping lukte. Soms liepen ze zelfs traumatisch af voor de gedetineerden en ook voor de bewaarders. Het was midden in de nacht en die man die wilde ontvluchten. En het alarm gaat af, we gaan naar boven toe en ik kijk door het luik heen. En ik zie die man helemaal in zwart ornaat, zeg maar, echt een oude inbrekers outfit. Zwarte handschoenen aan, zwarte pet op. En staat in zijn raam erin te uitgooien, zeg maar. Nou, uiteindelijk, collega's van de voorgebouw die kwamen al beneden en die konden al zien dat hij uit het raam uitklom. Ja, dat zagen wij ook. En toen vielen ze dus naar beneden van 5 hoog. Is daar tussenin gekomen, tussen die muur en het flat. Daar op dat betonnen... Ja, op dat betonnen, dat betonnen vlak. En die, Is dat overleefd? Ja, hij heeft het wel overleefd, maar het is niet echt goed met hem afgelopen. Want hij kan geloof ik niet meer fatsoenlijk lopen. Daar lag je dan eigenlijk in principe een beetje dood te gaan. En uiteindelijk ambulance besteld, brandweer besteld, politie besteld. De directeur moest komen en ondertussen zei die man tegen mij van... Sorry for the trouble. Maar please don't tell my wife. De man heeft 9 maanden in het ziekenhuis gelegen. We hebben met heel veel moeite van het dak af kunnen krijgen, want hij is zwaar gewond. En na 9 maanden stond hij weer bij ons op de afdeling. En toen zei hij heel de legendarische woorden van, you were there, weren't you? En dat was alleen maar, ja, en meer zeiden ook niet tegen elkaar. En toen later hebben we echt met z'n tweeën het trauma van ons afgepraat. Hij ging van ons mijn fish and chips maken in zijn waterkokertje, of zijn eierkokertje. Dan hadden ze stiekem de thermostaat uitgehaald. En dan ging je vis en chips maken en hebben we samen echt het hele trauma van ons afgepraat. Want hij had net zo'n trauma ervan als wij. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Uit de Bijlmer Baaijes in Amsterdam is vanochtend de gedetineerde ontsnapt. Volgens een politiewoordvoerder is hij tijdens het luchten over de gevangenismuur geklommen en via het ijs op de omringende gracht verdwenen. Volgens de politie is hij iemand die er niet voor terugdeinst vuurwapens te gebruiken. Het gebeurde wel vaker dat er iemand uit de Bijlmer Baaijes ontsnapte. Maar ik denk dat toch de beroemdste bijna die ontsnapte, dat was natuurlijk Stanley Hillis. Hij wist precies wanneer het personeel even niet oplette. Had het goed voorbereid, had touwen op de luchtplaats liggen. Is razendsnel met behulp van 2 andere gedetineerden over de muur geklommen. En een paar weken later dook hij op. Via een vooropname bij Sonja Barend, waarin hij erover klaagde dat hij zo bang was dat als de politie hem wilde aanhouden, dat er geschoten zou worden. En daar gaan wij nu naar kijken.
Volgens mij is het een hetze aan het worden. Ja, wat zeggen ze dan? Dat ik schiet graag, levensgevaarlijk of vuurgevaarlijk ben. Is dat niet zo? Dat is niet zo, absoluut niet zo. Je bent bang dat ze op jou schieten? Ja, absoluut, ja. Absoluut. Meneer Wilting, wat zegt u hierop? Ik zeg erop dat ik het uitermate triest vind dat dit op de Nederlandse tv wordt vertoond. Ik vind het zelfs betreurenswaardig. Ik wist niet wat me overkwam. Of ik boos moest worden, weg moest lopen. Nou, ik ben blijven zitten, maar ik kookte van binnen. Ik kan u zeggen, er zijn hier kleine winkeliertjes, grote sterke kerels die na 2-3 overvallen, complete wrakken zijn. Dan vind ik het in en in triest dat dit op de tv komt. Ik vind het heel erg. Ja, daar. Voor mij was het geen prettige uitzending. Ik zat daar op dat moment, maar later was in elk geval de publieke opinie stond aan de kant van de politie. En niet aan de kant van de VARA. En de VARA heeft er in die periode ook nog wel wat leden door verloren. Je ziet nog de buitgaten waar hij vast was gezeten. Maar dat deden ze omdat ze dat ja, want anders gooi je door de raam. Dat is ook een paar keer gebeurd met dit soort apparaten. Oh ja? Ja, en er is een keer een heel biljart door zo'n raam gegaan. Een heel biljart? Ja. Als je met z'n zessen zo'n biljart optilt en de gooi geeft, dan kan je dus behoorlijk ver komen. De gevangenen zaten vast in deze toren van de Bijlmer Baaiers. Het gaat om zware misdadigers die gevangen zaten wegens handel in verdovende middelen. De gedetineerden bonden 3 bewakers vast, gooiden een biljarttafel dwars door een raam en ontsnapten via dat raam in een dak over de muur van de gevangenis. Ik denk dat bewust gewacht is tot men een meerderheid had en op een onverwacht moment de bewakers kon overmeesteren. En ik denk wat voor systeem van je bewaking jou kiest. Op het moment dat een aantal gevangenen ten opzichte van een aantal bewakers in een dikke meerderheid is, dat dit soort zaken altijd voor kunnen komen. Het rare van dat werk is dat je natuurlijk, je komt 's morgens binnen en je laat je opsluiten. Dus eigenlijk ben je niet veel anders dan die mensen die dan opgesloten zitten. Alleen jij weet van ik ga over zoveel uur ga ik weer naar buiten. Maar als je dan op zo'n binnenplaats stond, op zo'n luchtplaats, en dan kwamen die jongens naar buiten en die keken om zich heen. En die zaten na te denken over hoe ze daar weg zouden kunnen komen. En vrij automatisch deed je dat zelf ook. Je zat altijd te kijken naar waar zit hier nou de zwakke plek. Vrijheidsbeperking is natuurlijk best wel een dingetje. Sommigen hebben gewoon echt een reden omdat ze eigenlijk gewoon vanwege familieomstandigheden eruit willen. Anderen die zien natuurlijk een grote straf boven hun hoofd hangen en hebben dan reden genoeg om te zeggen van dat wil ik niet meemaken, ik ga eruit. En sommigen hadden gewoon de kolder in de kop, zoals dat heette. Die kregen gewoon eventjes een gekte over zich heen en wilden er gewoon uit. En eigenlijk wisten ze zelf niet eens waarom. Ik stond op een gegeven ogenblik in het zeg maar, personeelsvertrek naar buiten te kijken. En daar waren ze aan het sporten. En ik kijk en er komt een auto aanrijden en daar zat een bouwlift op. Toen reden die mensen voorwielen over de rand van de gracht. En toen kwam dus die bovenkant van die bouwlift, die kwam precies op de muur terecht. En daar zat iets aan vast en toen klom er dus iemand over die bouwlift met wat later bleek. Waarschijnlijk een machinepistool of wat dan ook. En toen gooiden ze een zeil, wat ze vastgemaakt hadden aan die bouwlift, dat gooiden ze over dat draad heen. Met een ladder en daar ging er weer één. En ja, dan sta je daarnaar te kijken, dan denk je, ja, hè? Machteloos. Mag ik het zo zeggen? Ja, mag wel. Duur ze er een brood, over en sluiten. Er zijn zaken bij, en zeker als je over de georganiseerde criminaliteit spreekt, waar de politie soms weken, maanden, soms jaren achteraan zit om zo'n zaak rond te krijgen. En als iemand dan ontsnapt, ja, dan is het natuurlijk logisch dat je daar gigantisch de pest overheen krijgt. Heel enkele keer dan komen ze uit zichzelf terug, dat ze spijt krijgen. En we hebben ook eens een keer gehad dat gewoon iemand een kaartje stuurde met groeten uit Mexico. En bedankt voor de goede zorgen. Er werden allerlei hekken verhoogd, er werden camera's beveiligd. Maar het bleef lastig. Ja, toen te vaak de ramen werden ingeslagen, ze met lakens naar buiten wisten te ontsnappen, zijn er uiteindelijk toch tralies voor de ramen gekomen. Als een gedetineerde gesnapt werd, tijdens of na zijn ontsnapping, belandde hij op de 13e verdieping, de isoleerafdeling, ook wel het dak genoemd. Hier zaten gedetineerden die extra straf verdienden of waarbij psychologische observatie noodzakelijk was.
En dit zijn de isoleercellen van observatiegedeelte. Kijk, hier heb je zo'n cel. Getverdering. Ik krijg echt een beetje de rilling hier, hè? Ja, dat is ook de sfeer die dit overroept. Ik vond het elke keer bijzonder als je op dak kwam bij de isoleercellen. Ik heb daar Volkert van de Graaf zien liggen. De moordenaar van Pim Fortuyn. Ik ben ook vaak erbij geweest dat de deuren openging en dat er voor het eerst gesproken werd met mensen die totaal in de war waren. Die vaak wel dachten dat ik de directeur was, want met bril en soms een keurig jasje aan. En dat gaf heel grappige gesprekken, maar er was soms ook een dreiging. Dat maakte je niet snel mee. Sommige gedetineerden waren zo gek, die hadden van hun eigen ontlasting marsreepjes klaar liggen die ze opaten of hadden de hele muur besmeurd. Anderen probeerden zodra de deur openging naar buiten te komen, dus dat werd meteen vechten. Maar er waren ook gedetineerden met wie je rustig kon praten en die blij waren dat goede cipiers aandacht voor ze hadden. Een mooi voorbeeld, heb ik ooit eens een keer een jongen gehad die was helemaal verdwaasd, psychotisch was die. Die kwam uiteindelijk op de isoleer terecht voor zijn eigen bescherming. Alleen, hij kreeg keurig niet zijn eten, maar hij at dit en het bordje ging weer terug en dat ging een aantal dagen zo door. Maar die jongen was een heel aardige, eigenlijk bijna een lieve jongen, zeg maar. En toen was hij van, ja, maar we moeten wat mee. Want we hebben een stapel boterhammen gemaakt met suiker 's avonds, een paar koppen thee en dan ben ik naar boven gegaan. Toen heb ik mij in laten sluiten met die jongen op de isoleercel. En uiteindelijk, ik hou hem een hap brood en hij nam een hap brood. En zo hebben we eigenlijk klein weer een beetje terug kunnen krijgen in deze wereld. Toen je eigenlijk weer een beetje contact kreeg met zijn omgeving. En daar heb je wel een heel mooi gevoel bij. En hij had er ook een heel mooi gevoel bij. Dus het kwam ook wel voor als er dus iemand flink gevochten had of zo beneden. Dan werd hij hier even geplaatst om even te ondervinden dat hij straf had gaan. En als je ontsnapt was? En dan werd je ook van huis uit meteen hier in isolatie. En hoe lang dan? Of? Als je voor straf zat, hè, van, dan, ja. Hooguit 14 dagen. Want 14 dagen? Ja, dat is het maximum. Dat was bijna altijd voor bijvoorbeeld een weekend. Weet je, even een weekend eruit gehaald. Hè. 14 dagen moet je niet aan denken, toch? Ja, maar het gebeurde wel. Dit was het dus? Je had dit plastic bedje? Ja, het is inderdaad plastic. Je had een zware deken kon je krijgen. En als je netjes was, dan had je een kussen, maar ook een soort plastic kussen. Ja. Want we moesten natuurlijk ook zorgen dat hier niemand zichzelf wat ging aandoen. Bijvoorbeeld zelfmoord plegen. Ja, want gebeurde dat? De neigingen was er altijd, was er bijna altijd. Maar hoe kon je hier bijvoorbeeld zelfmoord plegen? Als je bijvoorbeeld een laken en dat soort dingen heb je jezelf ophangen natuurlijk. Maar, en een ander verhaal, maar we zijn erachter gekomen dat je hier door een handstand uit te voeren op die pot en je haalt je handen weg, dan valt je hoofd in die pot en dan val je achterover en dan breek je je nek. Oh nee. En dat werd gedaan? Ja, dat is hier een paar keer gebeurd. Ja, niet hier ook eentje, maar ook eentje aan de andere kant. Oh, bah. Ik kan me herinneren dat een gedetineerde, er werd al voor gewaarschuwd van ga niet met hem praten, hou afstand, we zijn met z'n zessen, we gaan strak om hem heen lopen. Hij moet een paar meter van zijn cel naar de beveiligde luchtplaats op dak. Zoals die man keek, die keek dwars door je heen. En het enige wat hij zou willen, vertelde de cipiers, is in je ogen prikken, je ogen uitsteken. Want hij hield er niet van dat mensen naar hem keken. Het was wel elke keer enerverend, vooral door die klinische omgeving, die stalen deuren, je hoorde niks. En dan ging de deur open en dan kwamen soms brullende gekken naar buiten. Anders kan je het niet formuleren. Is dit voor smerigheid? Ja. Nou, dat is een van de redenen waarom je niet zelf door kan trekken. Ja, want je trekt hier door. Oh. Ja, los. Het gaat in die zeven. Want wij hebben hier iemand gehad die had theelepeltjes ingeslikt. Ja, maar jullie moesten dat dus. Wij mochten daarin vroeten. Nou ja, als je zegt dat hij 8 theelepeltjes ingeslikt had, dan moesten wij er ook 8 vinden. Ja, dat is dankbaar werk. Nee, uiteindelijk wel, want als je er bijvoorbeeld maar 6 vindt, blijven er 2 theelepeltjes achter. Als deze man dus door die 2 lepeltjes een maagperforatie krijgt, gaat hij gewoon dood. Ja, dat is waar. Dus wij waren heel keen dat hij gewoon die 8 theelepeltjes op hoesten, in dit geval niet hoesten natuurlijk, maar dat gebeurde gewoon. Het is echt geen fijne sfeer, hè? Nee, dit is
bedompt. Het is naargeestig. Naargeestig is gewoon... eigenlijk een goede term, ja, klopt. Klopt. Ik wil wel even voelen hoe het is als die deur dicht gaat. Ja? Kan dat? Tuurlijk. Kan je hem dan ook weer open krijgen? Ja, kijk maar. De deur gaat open. Ja. Oké. Hou je een beetje in de gaten, want je voelt ook de druk meteen veranderen. Ja. Gadverderrie. Teun, ik krijg helemaal druk op mijn hart. Het voelt echt heel erg slecht. Mag ik er weer uit? Wat een naar gevoel krijg je daarvan? Ik krijg helemaal alsof er zo'n blok beton op mijn borst ging drukken. Ik zei het altijd, het komt druk zo. Oh. En door die rubber randen hier... Hè? Heeft je ook een luchtverplaatsing? Het is heel naar. Zullen we hier weggaan? Ja, we gaan weer. Oké. Ah, frisse lucht, Teun. Ja, daar hadden gedetineerden ook recht op natuurlijk. Dat is wel lekker. Ja, af en toe denk ik ook wel dat je dat nodig hebt. Nou, dat denk ik ook. Zo kwamen ze hier even lekker ademhalen. Ja, even een uurtje even doorwaaien ook natuurlijk. Ja, dit is de luchtplaats dus. Oké, dus dan liepen ze hier een beetje zo rondjes. Ja. Hoe moeten we dat voorstellen? Nou ja, precies. Je loopt zo rondjes met z'n allen. Een babbeltje maken, check hier ook. Ja. Praatje maken hier en daar. En als je je verveelde en draaide je om, dan liep je zo om. De andere kant. Ja. En dan stonden er wel, jullie stonden hier dan ook? Ja, wij stonden ergens op een strategische hoek om inderdaad de boel een beetje te monitoren en te observeren gewoon. En hierachter, achter die hekken, is de bewoonde wereld? Ja, aan die kant heb je de spoordijk en daaronder loopt het paadje wat naar de voorkant gaat, wat van het station afkomt. En daar liepen heel veel bezoekers liepen daar. Aan de ene kant waren studentenflats op een gegeven moment gebouwd en aan de andere kant liep het metrospoor. Het gebeurde zo dat vrienden van die gedetineerden ervoor zorgden dat ze op die balustrades van die studentenflats terechtkwamen. En daadwerkelijk met katapulten, met tennisballen. Met, nou ja, wat je ook kan bedenken, werd daar van alles over de muur gegooid. De hele tijd hebben ze van die eieren, die kindereieren, weet je wel, die chocolade-eieren. Kindersurprise. Kindersurprise, ja. Daar stopten ze een boutje en een moertje in en een boodschap en een telefoonnummer, weet je wel. Die gingen dan wel ver. De luchtplaatsen van de Bijlmerbaaiers, die liggen gewoon aan de buitenkant, hè. Dus het gebeurde geregeld dat er telefoons overheen werden gegooid, soms een wapen. En ook drugs kwamen op die manier gemakkelijk binnen. Een tennisbal opengesneden met drugs erin en je gooit hem over de muur. Nou, dat smok je makkelijk mee naar binnen. En hielp dit hielp wel? Dit hielp wel, ja zeker. Dat hielp wel. En hoe hebben jullie dit dan uitgemeten, hoe ver dat allemaal moest staan? Nou, er is een honkballer aan de andere kant geweest. En die heeft met een honkbalknuffel, hij heeft een tennisbal deze kant op gegooid. En die kwam ongeveer hier terecht. En toen hebben we gezegd, nou, als dat met een honkbalknuffel... En dat was een hele goede honkballer. Ja, dat was een goede honkballer, ja. Maar je moet hoog slaan, hè. Dus dan kom je ook niet zo ver. Dus dit was de grens? Dat was ongeveer de grens. Dus hebben we daar dit gedaan. Dat hebben we trouwens over alle luchtplaatsen hebben we dat gedaan toen, in één keer. Hij heeft hier een aantal poststukken liggen. Die zijn voor gedetineerden bestemd. Ja. Maar ze krijgen ze niet. Waarom niet? Nou, omdat bij de censuur is gebleken dat er zich onder de postzegel een stof bevond wat ons verdacht voorkwam. Ja, je voelt een pitje onder de postzegel en dan, ja, je argwaan is al gelijk gewekt. En dan ga je naar de afdeling narcotica en dan krijg je hem terug met de mededeling dat het een klein stukje LSD is. Nou, hier zit gewoon opgesmeerd als het ware wat heroïne. En dat moet dan volgens de insiders de bedoeling zijn om dat eraf te likken. Nou, wat heel creatief is en hoe men toch zaken probeert te verstoppen, is dat gedetineerden probeert niet op eigen cel te verstoppen, maar in algemene ruimtes. Want als het in algemene ruimtes is, is niemand erop aanspreekbaar. Zo kan het in de slang van de droogtrommel zit er een, of onder de koof bij een keuken. Ja, zo is er ongelooflijk veel inventiviteit van waar je die zaken kan verstoppen. Wij zeiden wel eens van, ja, sommigen hebben een hol, daar kun je een vrachtwagen in parkeren en dan kun je nog draaien ook. En sommigen konden ook echt heel veel daarin verstoppen. En dat gebeurde nog wel. Ik kreeg soms ook drugs aangeboden. Dan zei een jongen van, heb je zin in een bolletje wit of een bolletje bruin of heb je liever wiet? En hij zei van, doe je zo raar, je hebt toch niks bij je? Oh, nou, dan trok hij zijn zakken leeg en had het gewoon bij zich. Softdrugs,
gedogen was ook niet het juiste woord. Er werd niet gedoogd, maar we wisten dat het er was. En er werd niet heel hard op gejaagd. Maar harddrugs was echt een handel. En als één iemand zeg maar, een 50 pilletjes van het een of ander ergens verstopt had, dat was natuurlijk heel veel geld. En dan krijgen ze dus een hele rare machtsverhouding. En ja, dan krijg je eigenlijk wat je op straat ook hebt. En dat wil je niet. Je wil niet dat de mensen gaan drugs dealen en ook mensen verslaafd maken. Want er waren ook heel veel gedetineerden. Die wilden ook van detentie gebruik maken om van een verslaving af te komen. Het was heel makkelijk om zaken over de muur te laten gooien. Je zei gewoon, ik ga luchten van 10 tot 11. Als jij nou een oranje tennisbal over de muur gooit, dan zorg ik dat ik in de buurt ben. Dus er werden gewoon aanwijzingen gegeven. Dat werd afgesproken tijdens bezoekuren of tijdens een gesprek. Ze mogen elke dag bellen, 10 minuten. Dus ja, er zijn allerlei mogelijkheden om de toevoer te regelen. En dat gebeurde ook, los van toevoer via corrupt personeel, wat ook gebeurde. Ondanks de hoge muur, strikte controles en de visitatie was de baaiers niet waterdicht te krijgen. Een klein deel van het personeel speelde daarin ook een rol. Ik denk dat het merendeel van de bewaarders die corrupt waren, dat die dat niet deden omdat ze in de tang zaten. Het merendeel van die mensen deed het omdat ze er gewoon beter van werden. Kijk, wat in de gewone maatschappij ook gebeurt, is dat ook iemand een hele mindere periode in zijn leven kan hebben, waardoor die bijvoorbeeld financieel onder druk komt te staan. De een is daar toch wat gevoeliger voor dan de ander. In de zin van dat er geld wordt geboden als je iets naar binnen brengt, ja, dan moet je echt stevig in je schoenen staan om nee te zeggen tegen toch een schip met geld wat daar langs kan komen. Wat wij allemaal vonden, dat waren dingen als 30 meter touw, softdrugs, harddrugs, cola, cognac, biefstuk. Ja, dat smokkel je niet in je kont binnen, zeiden wij dan. Er zijn ook wel voorbeelden van in het verleden was een collega op het afdeling gearresteerd omdat hij verdacht werd van. En er zijn al een aantal keren zijn er wel voorvallen geweest. Maar ja, we zeggen altijd van in elke fruitschaal ligt wel een rotte appel. En dat is ook in een baas is dat niet vreemd. Drugs en ontsnappingen zorgden ervoor dat de beveiliging steeds strenger werd. Maar in 2016 moest de baaiers toch echt sluiten, want het gebouw was helemaal uitgewoond. De Bijlmer Baaiers moest uiteindelijk sluiten omdat het een ontzettend inefficiënt gebouw was. Het kost heel veel mensen om dat op een goede manier daar verantwoord en veilig te kunnen werken. Het gebouw was beveiligingstechnisch achterhaald, maar was ook gewoon op. Het was uitgeleefd, uitgewoond. Het was eigenlijk een oude bende, daar kon een nieuwe schilderbeurt niet meer iets aan veranderen. Regelmatig stonden de liften stil. Zelfs op de allerlaatste dag, met de allerlaatste groep gedetineerden, stopte de lift ergens halverwege. En dat was eigenlijk het laatste half jaar, was dat wekelijks was dat aan de orde dat liften het niet meer deden. Het is knap dat ze het zo lang volgehouden hebben, maar in 2016 kon het niet anders dat de deuren definitief dicht moesten. En zo kwam er een einde aan 40 jaar Bijlmer Baaiers. Het prikkeldraad is weggehaald en er worden geen drugs en telefoons meer over de muur gegooid. Na de sluiting zijn in 5 van de 6 torens asielzoekers geplaatst. Alle cipiers lopen sindsdien ergens anders hun ronde. Allemaal, behalve 1. Ja, het is echt een einde van het tijdperk, Teun. Ja, dat kan je eigenlijk wel stellen, ja. Ja, dat klopt. Er is niet zo uniek als deze manier van de baaiers maken, zeg maar. Dus wat dat betreft is het eigenlijk had het een cultureel erfgoed moeten worden, volgens mij. Maar het gaat gewoon tegen de grond. Ik heb er een heel groot gedeelte gewerkt en ik ga ook lekker met pensioen. Dus laat de hele tent dan maar gewoon met pensioen gaan. Dat vind ik niet zo'n probleem. Ik vond de Bijlmer Baaiers een signaal van hoop in een koude wereld. Voor de gedetineerden, zowel mannen als vrouwen die daar terechtkwamen. Ik relateer de Bijlmer Baaiers aan het begin van mijn carrière. Ik ga nog wel eens in de buurt aan mijn auto wassen. En dan kom ik er langs en denk ik, ja, hier begon het toch wel allemaal. Dus wat dat betreft heb ik nog wel, dat klinkt heel gek denk ik, maar warme gevoelens voor de Bijlmer Baaiers. Dat ik dat nog eens zou zeggen. Ik ben blij dat ik daar niet meer hoef te zijn, laat ik het zo zeggen. En dat is waarschijnlijk voor iedereen wel zo. Ik denk dat ze, als jullie ooit nog weer een gevangenis gaan bouwen, doe hem niet zo. Het heeft me gevormd. Het heeft me volwassen gemaakt. Het heeft me ook leren mijn beperkingen leren zien. Maar ook mijn kracht.
Nou, ik zou voor geen goud hebben willen missen. Dat sowieso niet. Het is een hele bijzondere tijd geweest. Ik heb de prachtige tijd meegemaakt. En ik zou het zo weer overdoen.